Pluimveehouder Roy Akkers en zijn zoon voelen zich door het toenemende activisme niet meer veilig. En dus kwam er een aantal weken geleden overal beveiliging. Natuurlijk, je hebt wel het inbrekersgilden, maar we zien met name nu die dierterroristen. Die zijn de groep die ons nu echt angst aanjagen. Zoon en opvolger Frank is ook pluimveehouder. Hij heeft de sector in de loop der jaren zien veranderen. Ik denk als je 10, 15 jaar terugkeek, toen hing bij elke stal ongeveer de sleutel langs de deur als die al op slot was. Die tijd is definitief voorbij, merken ze ook bij het beveiligingsbedrijf van Fabienne van Damme uit Waalre. Ze komt bij boerenfamilies die soms maandelijks dierenactivisten op de stoep krijgen. Ja, het is gewoon intriest. Het is een vorm van terrorisme. Het legt beslag op gele levens. De afgelopen 2 jaar zien ze een duidelijke toename van boerenbedrijven die bij hen aankloppen. Ja, absoluut. Dus we kijken echt wel zaak per zaak wat men wil zien. Hoe dat de situatie is, welke mogelijkheden dat er zijn. En dan wordt er ook met de prijs gekeken van wat zijn de mogelijkheden die dan binnen in het budget past. Absoluut. Want jullie hebben echt camera's die echt mensen ook herkenbaar in beeld kunnen brengen. Ja, absoluut. Dus je hebt overzichtscamera's, je hebt camera's die mensen kunnen herkennen, je hebt thermische camera's, you name it. Het kostte Frits Rooijakkers duizenden euro's, maar het geeft de familie wel een veiliger gevoel. Al beseffen ze zich dat het de dierenactivisten niet tegenhoudt. Maar het is met name dat je bewijslast krijgt van hey, er is hier iemand geweest. Wellicht kun je aan de hand van de beelden achterhalen wie dat is geweest. En zal dat erbij helpen om mensen eerder op te laten pakken. Dat het Omroep Brabant veel moeite kostte een boer te vinden die iets wilde zeggen over de beveiliging van hun bedrijf, is veelzeggend volgens Rooijakkers. Want de afgelopen jaren was er juist wat meer openheid. Maar we beginnen nu weer op het punt te komen dat we niet op een podium willen staan, niet boven het maaiveld uit willen komen. Omdat je te vaak het mikpunt bent voor dierterroristen.